Je ziet, we zijn met de jonge hengsten begonnen. En je ziet al meteen dat die moeite hebben met de entourage. In de zin van dat er veel spanning is. Hè, waardoor sommige hengsten misschien nog niet helemaal volledig tot hun recht komen. Maar ze hebben nog een hele toekomst voor zich. Dus ze kunnen in de loop der jaren daarin groeien. Want om goed te kunnen stappen, dan moet een hengst ontspannen zijn. En sommige hengsten hadden daar wat moeite mee vandaag. Op kop geplaatst in deze rubriek. Jimte 533. Een hengst die royaal ontwikkeld is, lang gelijnd, veel rasuitstraling heeft. Hengst die beschikt over hard beenwerk, die opvallend goed stapt en steeds bleef stappen. Ook bij het rondstappen. In draf toonde die veel gemak, veel balans en souplesse. Vandaar de koppositie voor Jimte 533. En dan, hele mooie tweede positie voor catalogus nummer 528, Hildwin. Hildwin die kampte met veel spanning. Het opstellen ging nog niet helemaal perfect, daar moet hij nog een beetje wel oefenen. Maar Hildwin is ook weer een hengst met veel uitstraling, hard beenwerk. De stap had hij wat spanning, hè. Later werd dat beter. In draf toont hij veel vermogen, veel afdruk, veel schakelend vermogen. Al had de voorbrenger zijn handen vol aan hem. Een hele mooie tweede plek voor Hildwin 528.